Ja, het is heel triest natuurlijk. Betaalvoetbal onwaardig wat er allemaal vandaag gebeurd is. En, ja, alleen daarom is het wel goed dat Excelsior promoveert en niet ADO. Promoties van Excelsior, ja, je hebt het meegemaakt tegen RKC en deze. Deze lijkt me mooier. Ja, nee, dat is duidelijk. Ik bedoel, toen was ik maar een half seizoen, dus had ik een halve aandeel, had John Del ook nog een stuk aandeel. En nu hebben we een heel team gebouwd na vorig seizoen. Een nieuwe staf gebouwd met elkaar. Ja, en zo'n mooie ontwikkeling meegemaakt. Al die jonge gasten die gaan als de brandweer en die beter wilden worden. Ja, en dan deze wedstrijd is nu te bizar voor worden. Ja, want de supporters hadden in 2010 tegen Sparta al een krankzinnige ontknoping. Ja. Dit is overtroffen vandaag. 3-0 achter, jullie hebben niks te vertellen. 10 minuten nog. En uiteindelijk hoe het zich afspeelt had je ook niet kunnen bedenken. Nee, tuurlijk niet. Ik moet zeggen, tweede helft speelden we wel wat beter is. Dan was ik gewoon heel matig. Maar ja, tweede helft gelijk 3-0, maar wel beter zijn we op bank. Nou, als het dan doet, maar dat zou misschien nog wel kunnen. En het kreeg een rode kaart. Ja, toen was het geloof in één keer terug en het voetbal was in één keer terug. En het zakte helemaal in elkaar. Ja, we hebben het wel heel vaak over gehad dat play-offs alles mogelijk is. Ik heb het in de rust nog over RKC Eagles gehad. Dus ja, weet je wel. En we hebben het natuurlijk vaker over Sparta Excelsior gehad. Maar dit gebeurt is bizar. Toch kunnen jullie dan misschien wel de knock-out uitdelen. Hebben jullie de knock-out eigenlijk uitgedeeld en geven ze toch wel weer lucht? Hè? En het was eigenlijk na de 3-3, dacht je, nu gaan ze eroverheen. Maken ze eigenlijk uit de eerste beste actie 4-3. En daarna, toen jullie 4-4 maakten, gingen jullie ook niet echt meer eroverheen. Terwijl ze volgens mij had ze wel liggen. Natuurlijk, Michael maakt natuurlijk wel een hele domme rode kaart natuurlijk. Wat ons bijna de kop kost. Maar de krachten waren natuurlijk weg. En we moesten ook zuinig zijn met mijn wissels. Ondanks dat ik 6 kon wisselen. Mats wou eruit. Die kon niet meer lopen. Maar ja, ik zeg, je gaat het niet uit. Thijs kon niet meer lopen. Dus ja, je moest ook heel zuinig zijn. En je moet ook nog een half jaar achteraf denken van penalties. Ja, we hadden een lijst voorbereid. Maar die zag er toch even wat anders uit. Je kent me, ik ben altijd kritisch, zelfs op dit moment. Ja. Strafschop krijgen jullie, je zit niet in de wedstrijd. Dalling gaan neemt en dan zeggen wij, laatste 4-3 gemist, waarom hij? We hebben het met elkaar over gehad en ik heb het met Redewan, Reuf en Thijs. Ik zeg, jullie beslissen met z'n drieën. Ik zeg, als Thijs zegt, ik neem hem, neemt hij hem. Anders nemen Redewan of Reuf, maar jullie met z'n drieën beslissen. Nou, dat is nu de tijd ervoor. Ja, ik belt je hoor bij spits. Natuurlijk, er valt wat te zeggen. Denk ik, ja, aan de andere kant geef je vertrouwen. Maar deze was wel heel. Dus mocht hij alsnog blijven, dan gaat hij wel achter op de lijst. Jullie spelen niet goed in het eerste half uur. Uiteindelijk wordt de wedstrijd tijdelijk gestaakt. Ik dacht, dit is misschien wel het moment dat ik zelfs je nodig heeft. De trainer zal weer alle poppetjes op de juiste plek zetten. Jullie gaan weer het veld op. Het staat 2-0 bij de rust. Ja, dat was heel slecht. We hebben eigenlijk wel vaker dit seizoen hoge pieken en diepe dalen zeg maar, gehad met wedstrijden. Dat je denkt van ja. Als het dan even 1-0 wordt, dan wordt het ook heel snel 2-0. En dat was typisch nu. En dan hebben we weinig leiding in het veld en dan zakt het helemaal weg. Dus die stabiliteit, die is ook gedurende het seizoen niet altijd geweest. En die zag je nou in deze wedstrijd terug. Alleen, ja, we konden één keer uit niks, konden we het nu wel terughalen. Wissels die goed invielen. Maar ja, het is iets wel wat vaker voorgekomen is dit seizoen. Ja, alleen dit keer was het niet fataal. Hoe intimiderend was het voor jullie? Sowieso bij de 3-3, iets daarvoor. Bij 3-1 stonden er al alleen maar supporters bijna op het veld. Na afloop kunnen jullie niet de promotie vieren? Nee, het was heel erg. Het was heel erg beangstigend. We hebben een paar keer vier man gezegd, we kunnen niet voetballen. Als wij een goal maken straks. En ik ben ook als allerlaatste van het veld afgegaan. Maar samen met Dennis, mijn teammanager. Omdat ik zeker wist dat mijn spelers en mijn staf binnen waren. En dat scheelde maar een hartje of ik kreeg een klap of Dennis kreeg een klap. Want er kwamen een paar aanzetten die konden we net tegenhouden. En dan stonden we al in de tunnel op de trap. Ja, het is heel triest natuurlijk. Betaalvoetbal onwaardig wat er allemaal vandaag gebeurd is. En, alleen daarom is het al goed dat Excelsior promoveert en niet ADO. Je gaat de Eredivisie er weer in. Ajax, PSV, Sparta, Feyenoord, laat ze maar komen. Ja, het wordt een geweldig avontuur. Ja, geweldig avontuur. Ik heb al gezegd, van, ja, weet je kan beter. Ik denk dat je meer kans maakt om in de Eredivisie erin te blijven dan de KKD te promoveren. En nu hebben we ook nog kans om een aantal jongens kunnen houden. Dus werk aan de winkel nu voor onze TD. Als ik jou morgen om 7 uur zou interviewen in de ochtend, hoe tref ik je dan aan? Ik hoop nog op de club met een bakel in mijn hand en nog nagenieten van deze wedstrijd.